kreeg straf en moest eruit, maar ik heb niks gedaan. Dus meneer, mag ik alsjeblieft naar binnen gaan? Voor we binnen gaan, worden we voorgelezen. U leert me luisteren, maar hoor me even. Ah, ik weet het wel meneer, de les mag niet verstoord worden. Maar wil je ons dan wel leren hoe we gehoord worden? Ik mag niet rennen op de gang, maar moet naar de wc. Ik hou het niet meer vol, 1 plus 1 is 2. Nu word ik uitgelachen, want ik heb een natte broek. Dus nu ga ik heilig naar mijn mama en mijn papa toe. Ze zei, dacht ik hoor je bij me luisteren, zowel, zowel. Wat zit er achter, wat ik duidelijk vertel, is het A. Wil jullie laten zien dat ik slim ben? B. Wil het steppen van het feit dat ik een kind ben? C. Wil de mensen snappen hoe ik mezelf voel? D. Wil ik gehoord worden, zeg me, doet mijn stem er toe? A. Doet mijn stem er toe? B. Weet je wel wat ik van dingen vind? Je ziet mijn hoofd elke dag in de klas. Maar hey, wat zit erin? Grote wereld, ik durf te wedden dat je me slimmer vindt. Als je kijkt naar binnenin, wat zit er binnenin? Er zijn zoveel dingen waar ik voor of tegen ben. Gym ben ik tegen, want de juf is veel te streng. Juf Tieneke, daar ben ik voor, dat is zeker. Ik ben tegen jongens die in de klas al mijn spullen stelen. Armoede ben ik tegen, daarom wil ik spullen delen. Maar wil wel langer op de computer om te kunnen gamen. Maar of ik nou voor of tegen ben, het gaat erom dat ik een mening heb.